Het goede doel met alles geprobeerd. Prachtig nummer. Goed gekozen, Lilith. Dankjewel. Ik vind het ook heel mooi. Ik heb mijn tissues in de tas laten zitten, maar ik had ze bijna nodig. Hier, Henk zit erbij. Henk, je, de CD Overwerk heb je dus videoclips laten maken. Ja. Laten maken. Het is niet zo gegaan dat wij mensen de opdracht hebben gegeven. Mensen zijn, over het algemeen zijn ze op uit ons zichzelf afgekomen. Ja, dat vond ik heel bijzonder. De enige die ik heb gevraagd, dat was Lilith. Maar dat mocht ik omdat ze mij ook iets had gevraagd. En dus ik vond dat ik in ieder geval een poging kon wagen. En dat project wat zij had, dat is niet doorgegaan. Nee, ik had er geen zin meer in. wat voor project was het? Ja, dan? Dat was dat. Iets met boekjes en daar had ik dan bekende Nederlanders voor nodig die dan tekst schreven en mijn afbeeldingen kwamen erbij. Maar ik ben niet iemand die bekende Nederlanders achterna rent, dus ik denk, ik heb er helemaal geen zin in. Maar toen had ik Henk al wel gevraagd en je had ook ja gezegd. Ja. Ja. Oh, Henk is een bekende Nederlander natuurlijk. Ja, toen zeker nog. Nee, maar. En ik heb haar gevraagd, want ja, ik was erg onder de indruk van haar werk. Ik vond het echt, het is een buitengewoon goede fotografe. Dus toen kwam jij bent naar haar gegaan met het nummer Anna, of mocht ze zelf kiezen? Nee, ik heb dit nummer voor haar uitgekozen en achteraf gezien was het ook het meest geschikte nummer wat ik had kunnen bedenken. Qua tempo past het precies bij mijn beelden, omdat ik die clip helemaal met zelfportretten heb gemaakt. Ik heb 1000 foto's van mezelf gemaakt daarvoor. 1000. En dat was dan heel makkelijk om daar een stop motion van te maken. Het was een kort nummer, dus ik hoefde geen 2000 foto's te maken. Oh ja, ja. Ja, en het thema vond ik best wel kneuterig. En dat paste eigenlijk wel bij die serie Domestic Goddess. Weet je, de traditionele huisvrouw. Dus dat zie je dan ook een beetje in die clip terug. Ja. Op mijn lijf geschreven, Henk. Ja, nee, dat had ik zo ingeschat. Ja. Nee, dat is geen bluff of zo. Dat had ik echt gedacht. Dat, ja. Maar jij bent ervoor gaan zitten of je had ze al? Nee, ik ben die gaan maken. Want ik zei als ja tegen Henk. En toen had ik een beetje veel aan mijn hoofd. En toen zei ik, nee, ik doe het liever niet. Maar die mail had hij niet gelezen, dus die bel. Zei hij, ja, maar ik geloof hem wel. En toen zei hij, wil je het toch doen? Ik heb het heel graag. En toen zei ik, oké, dan doe ik dat. En toen ben ik die foto's gaan maken, ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Dat weet ik niet. Dat laat ik niet op. Het gaat om het proces. Ja, precies. Ja. Nou, weken toch? Ik weet het echt niet, Henk. Nee, okay. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Dus. Okay. Maar dan heeft er een editor natuurlijk ook nog een stevige knauw aan gehad. Nou, een stevige knauw. Ik wist wel hoe ik de beelden op volgorde wilde zetten. Maar een vriend van mij, Hans Tunnissen, hallo Hans, van de middelbare school, die had ik gevraagd of hij me wilde helpen. Want hij doet dat naast zijn beroep als hobby en gedeeltelijk professioneel. En die heeft dan gezorgd dat ze precies op de muziek staan. Ja. Timing goed. En, ja. Tjonge, want het is wel een hele klus geweest natuurlijk. Ja, maar het voelde niet zo. Het is gewoon voor mij, ik kan me daaraan uitleven. Het voelt gewoon als ontspanning, terwijl het natuurlijk wel werk is. En het resultaat bevalt je wel. Je kunt natuurlijk niks anders zeggen, nou, Henk, hè? Dat begrijp je wel. Nee. Ik heb, ik vond elke clip vond ik goed. Het waren clips die je niet echt kunt vergelijken. Ieder had zijn eigen insteek. Ja, precies. Ja. Maar als er één mijn favoriet was, dan was het deze clip wel. Ja. Omdat die zo anders is dan alle andere die ik ooit gezien heb. Ook van andere artiesten. Ja, en dat vond ik heel bijzonder. Dus ik vond het sowieso. En dan is dan nu is die op is het liedje op single uit, Anna. Afgelopen week gereleased. Ja, en dan en nu moet je hem regelmatig langs zien komen, het clipje. Het clipje en je moet hem horen natuurlijk. Ja. Gebeurt dat ook? Hoe gaat dat in? Nou, er is een promotor sinds deze week bezig. Het is nu. Hij is een week bezig. Ja. Dus dan betekent dat je eind deze week, begin volgende week moet je op de radio dingen gaan horen. En op de diverse televisiestations die daarvoor geschikt zijn. Ja, want je bent met de release van Overwerk natuurlijk veel in de media geweest om daarover te praten. En zeg maar het concept erachter. Ja. En dan heb je nu bij het uitbrengen van de singles heb je weer een piekmomentje. En, en dat zie je dan ook weer in de verkopen. Gelukkig maar. Ja, dus dan loopt dat weer iets op. Kun je de boter op de boterham? Dan kun je de promotor betalen. dan komt het eigenlijk op neer. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat voor een fixed price doet. Nee. Ja, fixed price, je mag het toch precies wel weten. Dus dat is €750.
Oh. Dat zijn de normale prijzen, ja. En dan moet hij zoveel mogelijk zien te verkopen. Ja, was het ja, niet ja. beter geweest dat hij gewoon zeg maar no cure, no pay basis aan de gang had? Ja, maar ja, weet je... Wilde je het dan wel aannemen? Er komen zoveel mensen komen er met plaatjes aan. Je moet gewoon de allerbeste pakken die er voorhanden is. Was deze. En dat is deze. Dit is, ja... Dus alles op Gerard van der Pot, zal ik maar zeggen. We gaan er eens naar luisteren. Hier komt Anna met het van het goede doel.